Hallo, ik ben Zoe van CBTV en vandaag gaan we mensen interviewen over carnaval. Hallo, ik ben Zoe. Hoe heet jij? Ik heet Errol. Doe je mee aan carnaval? Ja, een beetje. Oké, vind je het leuk? Een beetje. Waarom doe je mee? Nou, omdat het soms grappig is. En kleed je ook aan? Carnaval? Nee, dat niet. Denitia, Charlotte. Doen jullie mee aan carnaval? Soms. Ik ook soms. Oké. Had jullie vorig jaar ook meegedaan? Nee, ik ook niet. Oké. Wat gaan jullie aantrekken als carnaval aan me komt? Geen flauw idee. Voor wat zijn jullie aan me verkleed? Nou, gewoon verschillende rokjes en ja, mijn shirtje. Ja. Gewoon zelfgemaakte dingen. Ik ben Elias van de Groene Palm. Ik ga nu mensen interviewen over carnaval. Wat vindt u van carnaval? Leuk om te zien. Viert u wel carnaval? Nee, dat doe ik niet. Gaat u wel verkleed? Nee, zeker niet. U vindt het wel leuk om te zien? Ja, op de televisie vind ik het leuk om te zien. Oh, en u heeft nooit de praalwagen gemaakt? Nee. Of gezien? Ja, tuurlijk. Oh. En wat vindt u van carnaval? Nou, ik vind het voor de mensen die dat zelf leuk vinden, is dat leuk. Maar voor mij hoeft het niet. Wat vindt u van carnaval? Dat vind ik niet leuk. Waarom vindt u het niet leuk? Ik hou niet zo van die Hollandse nummers. En dat verkleed zijn. En ik hou er gewoon niet van. Oh, maar wat doet u bij carnaval? Helemaal niks, want ik vind het niet leuk. Waar bent u bij carnaval? Waar ik met carnaval ben? Ja. Ik ga het ook niet naar carnaval. Ik doe er niks aan. Ja. Heeft u ooit wel carnaval gevierd? Ja. Hoe was het? Ja. Hoe was het? Dat was wel leuk met de kinderen. Oh, heeft u ooit een praalwagen gemaakt? Nee, nog nooit. Hallo, ik ben vader van CBTV. En wie bent u? Ik ben Monica. Wat vindt u van carnaval? Leuk. Waar gaat u heen op carnaval? Ik ga nergens heen, maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. Wat vindt u van de praalwagen? Heel leuk, heel mooi hoe ze dat allemaal gemaakt hebben.